gemeenschap te luisteren naar datgene wat belangrijk is voor bijvoorbeeld een beweging zoals de christelijke arbeidersbeweging. En dat geldt niet alleen voor hen, maar dat geldt voor alle mogelijke organisaties die op de een of andere manier invloed trachten te uitoefenen op de richting van de samenleving. Wanneer men dat gaat herleiden tot een soort van samenzwering, dan heb ik het gevoel dat men de democratie met dat soort van omschrijvingen echt geen dienst bereikt. Mm-hmm. Dus geeft de ACW aan dat er toch nog wat gepraat kan worden met Belfius. Ziet u nog een oplossing, nog iets te veranderen aan die winstbeleid? Maar werkelijk waar, wat wilt u nu dat ik daarover zeg? Ik heb over die winstbeleid een aantal dagen voor het eerst in mijn leven gehoord. Wat wilt u nu echt dat ik daarover zeg? Ik ken de mensen van het ACW. Wanneer ze met mij spreken, dan gaat het over rechtvaardige fiscaliteit. Dan gaat het over op welke manier we zorgen dat mensen kansen krijgen. Dan gaat het over concrete politieke maatregelen die in het parlement worden besproken en op welke manier men daar richting geeft aan een rechtvaardige samenleving. Denk je nu echt dat ik tijd heb om mij bezig te houden met zaken zoals winstbeleid? Daar moeten die mensen zelf voor zorgen. En ze moeten zelf uitmaken wat zij normaal vinden, wat zij goed vinden. En ze moeten natuurlijk de belangen van hun organisatie behartigen. Wat ik moet doen, dat is als politicus proberen de belangen van de burger en de belastingplichtigen te behartigen. Oké, okay, dat is een zeer duidelijk antwoord daarop. Bedankt meneer Van Akkerbund, Stockholm over Belfius.